toch hier. Je ziet hem al zitten bij mij. Ja, precies. Oh ja, de frontrimpel. Hoe komt die daar en wat is het? Nou, ik geloof dat je heel veel verdriet hebt gekregen en dat je daardoor altijd heel erg boos bent. Maar in principe, een grapje natuurlijk. Nee, frontrimpel gaat iedereen krijgen. Ja. Ik heb hem ook. En dat komt door de frons, door het fronsen als je ingespannen kijkt. Of geen bril op hebt, of weet ik veel. Oh ja. Maar daar is heel goed wat aan te doen. En wat kan ik eraan doen? Ja, eigenlijk het belangrijkste middel wat je ervoor gebruikt is gewoon Botox. Dat zal altijd, echt in 95% van de gevallen, zal ik dat toch echt adviseren. Soms gecombineerd met een filler, als het echt heel diep is. En ja, goed, er zijn nog wat alternatieven, zoals bijvoorbeeld met een plexusbehandeling, om dat ook te bereiken. En dat is dat die rimpel inderdaad weg. Kan ik het met Botox zelf of moet ik er meer bij? Nee, jij moet het echt gewoon met Botox. Oké, duidelijk. Ja? En mensen die de behandeling ondergaan, wat kunnen die verwachten? Hoe lang blijft het resultaat? In principe is het gewoon met gewoon een Botox-behandeling. Zie je het pas ongeveer na 3 tot 5 dagen begint het resultaat te komen. Ja? En het houdt, wij garanderen sowieso dat het 3 maanden aanhoudt. Maar het kan echt een stuk langer. Bijvoorbeeld zelfs een aantal klanten tot 1 jaar. Alhoewel dat wel een beetje uitzonderlijk is. Oké, duidelijk. Mag ik hem samenvatten? Want zeker, dit is natuurlijk heel persoonlijk. Want ik heb ook een fronsrimpel. En wil je daar van af? Dan kan je dus Botox gebruiken. Eventueel soms kunnen ook fillers of de... Plexer gebruikt worden, inderdaad. Ik vergeet het woord altijd, de plexer. Ja, okay. Nou ja, het is duidelijk. Ik zeg het doen.